Tja, ja, welkom. Mijn leuk nieuwe vlog. Man, dit is echt een andere video dan normaal. Het, ik ga vertellen video is dit. Ik weet, sommige mensen willen het niet. Jullie hebben al gezien aan de titel hier beneden. En nou ja. Ik heb dat best aan het stoppen. En ik blijf dat doen tot jullie het begrijpen dat het best wel gewoon stopt. En ik krijg nu ook al bijna geen haatreacties meer. Dus ook bedankt allemaal dat jullie geen haatreacties meer om mij moeten doen. Ik heb ook een paar keer geblokkeerd, één keer. Ja. Daarvoor wil ik jullie ook echt hartelijk bedanken dat jullie toch al meer hebben mij. Toch jullie bereactie van mij hebben gestuurd. En geliked. Ik ben echt super tof. Ik ga nu even wat zeggen. Of het dat pesten moet stoppen. Dat gaat zeker gebeuren. Ooit in de toekomst gaat het gebeuren hoor jongens. Let maar op. Oké. Hier komt mijn uitspraak. Ik vind dat pesten niet meer kan. Niet meer kan. Ja. Het beste op de, ja, ik weet niet hoe je deze video moet beginnen, maar ik ben vroeger wel eens gepest. Ja, ik ben vroeger gepest op school. Nou, niet, ja, niet echt, ja, wel, wel. Op school werd ik gepest. Toen zat er een jongetje en die laat me twee uur struikelen. En twee, ik werd ook gepest bij mij in de buurt. Ik ben zoek. Ja, sorry. Ja. Ik, wat is het? Wat voor maar? Ja, drie. Ik werd vrijdag, dat ik niet echt gepest, maar had ik wel ruzie met een collega van mij. En ja, deze collega is mijn vriend ook, blijft mijn vriend. Hij is ook mijn echte vriend geworden, we hebben het weer goed gemaakt. Maar ja, pest is gewoon niet leuk. Ja, sorry. Ja. Maar ja, pesten is niet leuk. En dat het zomaar kan gebeuren. Dat pesten gewoon de hele tijd door kan gaan. En ik wil echt dat pesten stopt. En ja, daarvoor ga ik ook een keer een rap maken. Dan laat ik het gewoon filmen. Filmen, oké. Okay. Voor jullie. Ga ik rap maken. Dan zeg ik. Pesten moet stoppen rap. Ja, maar ik heb geen geintjes. Ik meen het echt. Het is echt serieus. Pesten. Doen mij pijn in mijn hart. Als mensen elkaar pesten, dan moeten jullie dat ook op een gegeven moment weer goed maken. Ik ga misschien ooit een keer een serie op opnemen voor mijn kanaal en dan kunnen jullie me aanmelden. Aanmelden op via. Moeten jullie wel de berg zoek wonen? Via iets. Wacht even. Maar ja, via mijn website ooit.
wachten. Oma wel. Nee. Heb je oma of niet? Voor mij wel. Pap, hoezo? Nee, ik wil even wat geven of ze met jou gaan doen. Wat dan? Ik heb een boek en papier met kleur nodig. Ja. Ja? Ja, ja. En ja, dat pesten van door blijven gaan, dat is op een gegeven moment dan niet leuk meer. Er is overal wel eens oorlog op de wereld. Vroeger in de Tweede Wereldoorlog, daar hadden mensen ook wel ruzie. En daar werd ook wel mensen gepest. En in de Eerste Wereldoorlog. En nu is er nog steeds oorlog. En dat wil ik niet. Ik wil dat het stopt. En zo dat het gewoon door blijft gaan. Ja. Ik wil jullie echt wel hartelijk bedanken. Dat jullie me... Allemaal zijn jullie mijn vrienden die me kijken via via Instagram, via Facebook, via Twitter, via YouTube, via ons twee, via mijn twee kanalen. En ja, echt hartelijk bedankt. En tot later. Dus ik ga nu even afsluiten. Zo bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet hem zeker niet te abonneren. Op mijn kanaal. Pardon. Hier beneden. Doe het dan een blauw duimpje omhoog. Doe een reactie. En wat ik ook zeg. Later. Later.